kampioenen moeten, ik weet het niet. Het zal de jury gaan zijn die het gaat beslissen hier op de meet in Schijndel voor vandaag in deze halve finale bij de 14-15-jarigen. We zijn alweer vertrokken in de volgende halve finale race. Best fresh in de eerste bocht daar. Oh, 1, 2, 3, 4 rijden ze onderuit. Het zijn er 1, 2, 3, 4, 5 die over zijn. Er liggen er 3 op de grond. Wat is er nou vooraan aan de hand? EMBO, eerste bocht. Wedspoed, boet. We gaan kijken wat er gebeurt vooraan. Met inderdaad nog steeds Kevin van de Groenendaal. Niks van gemerkt in de beleid. We hebben Kentje van Dam, tweede positie. Derde plek voor Bjorn Knoop. En de vierde plaats is voor de 3, 3, 4 man. En dat is Davy de Vries. Davy de Vries gaat ook mee. Maar wat een spektakel in die eerste bocht. Er zijn er 3 gevallen. Dus we hebben er 3 helaas die zijn uitgeschakeld. Waaronder natuurlijk onvertuinlijk Max van Eindhoven. Hele dag al heel goed. Geef hem even een applaus. Dankjewel voor Max van Eindhoven. En natuurlijk ook Boy van Hartel had hij daar echt wel bij moeten zitten. Maar onvertuinlijk in die eerste bocht. Zo zie je maar, niks is gepresenteerd blijft.